Corné, zaterdag Honsdijk uit. Weer een wedstrijd op weg naar een mogelijke prijs, een periodetitel. Ja, dat klopt. De druk is er wat op ietsjes wat vanaf voor ons. We hebben van begin af aan eigenlijk een beetje de harde doelstelling gehad om een prijs te behalen. In eerste instantie zelfs nog aan het kampioenschap gedacht. Zelfs rond de winterstop was dat nog echt een reële zaak. Daarna is het toch iets minder gegaan. We hebben toch vanuit een situatie waarbij we het contract niet verlengd hebben. Of in ieder geval niet met elkaar door zijn gegaan. Die hebben we uiteindelijk toch goed opgepakt. Niet zozeer in de resultaten op een gegeven moment. Uiteindelijk weer wel. Ja, we staan nu in een situatie dat je niet meer naar onder hoeft te kijken. En dat je toch misschien toch stiekem uiteindelijk nog een periode nog kan pakken. Je had het net over na de winterstop, maar er zijn er eigenlijk wisselende resultaten geweest. Waar wijd je dat aan? Ja, dat is heel raar. Het is inderdaad wisselend. Waar wijd je het aan? We hebben toch wel een vrij smalle groep. Die op zich, met wat we hebben, toch redelijk fit is. Maar her en der nog een schorsing. En ook qua opkomst is dat nog wel eens wisselend. Of dat daar aan ligt, ik weet het niet. Het is, af en toe is het ook ongrijpbaar. Heel wisselend vaak op de trainingen, heel wisselend vaak in de wedstrijden. Maar uiteindelijk zijn we er toch bovenop gestapt. En dat is op dit moment wel het belangrijkste. Vaak hoor je van trainers, het zijn de blessures en de vele schorsingen die gaan tellen. Is dat bij jou ook zo? Nou, ik vind dat iets te ver gaan. Wij hebben wel een hele kleine groep. Qua blessures, schorsingen valt het op zich nog mee. Alleen als je dan in de breedte zit, wordt het vaak wat lastiger. Ik denk dat er bij ons ook nog wel wat andere factoren spelen. Echte luxe hebben we niet gekend, zeg maar. Je hebt al wat factoren genoemd, maar toch even terugkomen op een heel belangrijk gegeven. Dat was begin januari, dat je contract niet verlengd werd, wat je zelf niet verwacht had. Hoe is dat in de begeleiding en richting de spelers opgepakt? Ja, ik denk goed. In het begin zijn er wat harde woorden over gevallen. We zijn lekker op trainingskamp gegaan, we hebben een goed trainingskamp gehad. Er blijft altijd wel iets zitten, je eigen gevoel, misschien bij de club. En er spelen altijd nog wel wat dingetjes, maar op zich hebben we dat goed opgepakt. En dat is wat mij betreft zeker geen factor die de resultaten beïnvloed heeft. Jij met je begeleiding en spelers streven naar na-competitie en dus promotie. Is SVC 08 een club die op het eerste klasseniveau kan functioneren? Ja, dat vind ik nou op dit moment moeilijker te beantwoorden. Omdat ik ook niet exact weet waar ze nu op dit moment bezig zijn naar volgend jaar natuurlijk. Ik ben zelf volop met mijn nieuwe clubje bezig. En ik vind ook dat je daar niet te veel naar moet kijken. Je wil elk jaar het maximale eruit halen. En je gaat op dit moment niet zeggen van maar niet promoveren of niet die periodetitel pakken. Omdat je dan misschien volgend jaar dat niet aankan. Ik ga ervan uit dat de SVC volop bezig is om volgend jaar ook weer gewoon een goede selectie neer te zetten. Honsdijk is goed bezig. Vorige week 2-2 tegen Die Haag gespeeld. Hoe zie je de kansen en de mogelijkheden? 50-50. Heel simpel, we hebben ze hier thuis ook gehad. Ik vind het een hele leuke ploeg. Thuis hebben jullie verloren, hè, met 2-3? Ja, we hebben 2-3 verloren. Maar dat is, vond ik meer onze eigen schuld. Daar had gewoon absoluut meer in gezeten. Maar ook complimenten naar de ploeg. Ik vind het een hartstikke leuke ploeg. En echt een ploeg uit het Westland, waar ik natuurlijk ook ervaring heb om in te werken. Leuke begeleiding. Daar heb ik ook allebei mee gewerkt met de mannen. En dan zie je toch een ploeg waar echt de sfeer in zit. Waar ze met elkaar de schouders eronder zetten. En waarbij ze het maximale eruit kunnen halen. Je krijgt jouw mensen van SVC 08 nog scherp zaterdag? Ja, dat denk ik wel. We hebben het afgelopen zaterdag hebben we het goed beleefd. En daar zie je echt wel toch een stukje sfeer uit ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat de aanstaande zaterdag weer het maximale eruit gaan halen.